Dankjewel. Ik ben Annie Sterre. Vorig jaar juni ben ik 18 geworden. Ik ben in Amsterdam geboren, 19 jaar geleden. Zonder papieren. Een maand voor mijn 18e verjaardag kwam mijn mentor naar me toe. Je wordt over een maandje 18. Mijn 18e verjaardag... Je wordt over een maandje 18. Laten we kijken wat ik voor je kan betekenen. Of ik iets kan regelen. Want nu, ik ouder dan 18 ben, kan ik niet zomaar een opleiding volgen. Even langs de dokter solliciteren voor een baan. Ik had net mijn middelbare school afgerond en wilde een vervolgopleiding doen naar het ROC. Lesgeld is bijna 1000 à 2000 euro per jaar. En ook al vind ik dat geld, blijft na mijn opleiding de vraag, kan ik wel werk krijgen? Nemen mensen me wel aan zonder papieren? Natuurlijk heb ik aan mijn ouders gevraagd, waarom hebben jullie deze keuze gemaakt? Waarom zijn jullie naar Nederland gekomen en hier gebleven zonder papieren? Mijn moeder was accountant in Brazilië. Ze droeg netjes elke dag haar pak. Nadat mijn broer werd vermoord, zijn mijn ouders naar Nederland gekomen, weg van dat alles met een schone lei beginnen, in hoop op iets beters voor ons. Nu werken ze beide in de schoonmaak, 6-7 dagen per week om rond te komen. De hoge huur te betalen. Ze willen erg graag meebetalen aan mijn opleiding. Het anders doen dan met mijn broer en mijn zus, die ook in de schoonmaak werken. Alle kennis van hun middelbare school verloren. Ik wil graag dat het lukt bij mij en mijn ouders trots maken. Ik ben iemand die me de jaren mee bewust is geworden van het leven in Nederland. In Nederland is het onmogelijk om als tiener geen bijbaantje te hebben. Al mijn klasgenoten hebben dit. Vanuit school naar werk. Ik kan niet steeds aan mijn moeder geld blijven vragen. Voor het werk dat ik doe, krijg ik zwart uitbetaald. Ik heb verschillende dingen gedaan. Ik heb geposeerd voor kledingmerken. Ik maakte muziek. En ik werk nu in een kledingwinkel waar ik mijn salaris cash krijg. Ik vind het zo jammer dat ik hier ben geboren. En dat als bijna elk ander kind nooit iets fouts heb gedaan. Nooit in aanmerking met de politie ben gekomen. Altijd mijn best heb gedaan. En alsnog word ik benaderd of en behandeld als iemand die niet van hier is. Ik ben in Amsterdam geboren. Ik denk veel na over mijn toekomst. Ik denk echt veel na. In juni ben ik 19 geworden. Ik werk keihard, sta vroeg op om bij te verdienen en kom 's avonds laat weer thuis. Omdat ik het echt nodig heb. Zo jammer dat het zo moet gaan. Dat ik steeds moet horen dat ik geen papieren kan krijgen. Waarom niet? Mijn ouders dragen toch ook bij aan de economie. Staat daar niks tegenover? Dank jullie wel. Dank je wel.